Hé man, de eerste dag zit erop. Niet helemaal probleemloos verlopen. Twee proeven, 60 en 100 kilometer. En in de eerste proef ging het mis. Ja, ging anders dan we gehoopt hadden. Het ging in principe hartstikke goed. We hadden een vierde startpositie. Nou, dat is natuurlijk ideaal voor ons. Ja. Maar we lagen er goed bij. We hadden geen navigatiefout, dus het ging echt prima. We kwamen echt op een lastig stuk waar we moesten zoeken en doen. En ik moest door een gultje heen. En ja. Het was best lastig, hè? Ja, het was een heel technisch parcours. Zwaar parcours ook, met heel veel stenen en bergpaden. En dat was lastig. En op een moeilijk stuk, echt moeilijk stuk, hoorde ik een knal. En toen begaf onze achterste aandrijf als begaf het. Ja, daar hebben we veel werk mee gehad. Maar vandaag zat het weer niet mee? Nee joh, we zijn net binnen, man. Ja, een lange dag geweest weer. Ja, we hadden wat gisteren pech. En ik denk, nou, vandaag een tijd goed maken natuurlijk. En dat ging vrij redelijk, maar na 18 kilometer toen hadden we geen stroom meer en het viel uit. Ja. Nee, vandaag ging het echt perfect, zoals het hoort eigenlijk. En met Evert, het is best intensief navigeren. Hè? Hij zal ook zijn handen wel vol hebben, denk ik. Ja, maar het zijn hele korte notes allemaal. We hebben natuurlijk kleine foutjes, dat je een paar keer verkeerde weg insteekt. Maar het is echt minutenwerk en dat is niet noemenswaardig. Dus ja, mooie dag. De eerste proef was heel snel, echt heel snel. Want we kwamen er vandaag achter dat boven de 170 km per uur onze terreptrip vastloopt. Dus dan, dat geeft wel aan hoe snel het allemaal was. Ja, we hadden niet in de gaten dat we zoveel kapot hadden gemaakt. We moesten overhoop nog een schokbreker vervangen plus een achterwielophanging. Dus ja, dat was een pittig dagje voor de auto ook. We kwamen op de liaison kwamen we een tegenligger tegen die niet in de rally hoorde. En hij nam de binnenbocht en ik zou er omheen, maar dat ging niet helemaal goed. Nee. De voorkant, ik zie dat je aardig wat geraakt hebt. Ja, nou, als je die andere auto bekijkt, dan valt dit nog mee hoor. Ja. Dit is wel te overzien. Het is iets steviger, zeg maar. Ja, iets steviger denk ik, ja. Ja, een beetje pech en de eerste dag gelijk uitvallen met een aandrijfas kapot. En de tweede dag dynamo weg en laat thuis. Nou ja, hoe kun je beroerder beginnen natuurlijk. Zo waren we hier niet naartoe gekomen. Ja, toen nog een aanrijdingetje op de verbinding. En... Ook dat nog, dat zit er ook standaard in bij ons. Ja, wij daar hebben we een abonnementje op. Dus dat is vreselijk natuurlijk, dat is niet leuk. Ja. Maar gelukkig niks. Alleen materiële schade, hè? Ja, alleen een beetje blikwerk. Ja, dus dat komt wel weer goed. Zwaar voor de auto's. Jullie hebben ook, het team heeft veel werk gehad om iedere dag de auto weer klaar te maken. Ja, elke nacht tot midden in de nacht of bijna tot morgens vroeg. Jaap heeft er een keer 4 uur van gemaakt, geloof ik. Ja, dat is lang. En ze zijn compleet gesloopt, die auto's. Dus vandaag hadden we ook een beetje een dag van doe maar rustig aan. Want het waren weer allemaal dikke keien en stenen. En we wouden graag vanavond met elkaar even een biertje drinken. Evert, Herman, hard gefeliciteerd. Hier weer aan de streep van de Bokum Offroad. Ja, we hebben het weer gehaald. De laatste etappe ging niet vanzelf, moet ik eerlijk bekennen. We hebben nog een lekker band gehad. We hebben nog vaporlok gehad met de auto, de brandstof van de kook. En 2 keer de weg nog kwijt geweest. Maar als 2e auto zo de finish, dus volgens mij perfect. Ja, dat is toch nog lekker om even zo af te sluiten. Perfect. En er staat nog genoeg rotzooi onderweg natuurlijk. Hè. Er is behoorlijk weer schade gereden, hebben we wel gehoord.
Dus nou ja, dan zijn we natuurlijk super blij dat wij hier in ieder geval weer heel huis aangekomen zijn. Hè? Ja. Ja, nu voorbereiden op het volgende evenement, de Baja Boren in ons eigen landje. Ja, zeker. In de achtertuin. Hoe we het nog dichterbij krijgen. Hè? Dat gaat ook weer leuk worden, denk ik. Hè? We gaan even komen maken en dan gaan we daar gewoon weer starten. Zo doen we het. Succes en plezier nog even vanavond. Dankjewel. Ja, dankjewel.